Hoi, leuk dat je kijkt naar deze video. Ik ben Juliette van het kanaal My Best Self. En ik ben 3 weken geleden moeder geworden van Valentijn. Valentijn is dus 3 weken oud. En daarnaast heb ik ook een dochter van bijna 5, Jade. En die zit nu op school en wij zijn lekker thuis. En als je mijn vlogs al volgt, dan weet je misschien al een beetje hoe het gaat. Maar misschien vind je het ook gewoon leuk om het echt eventjes van mij zo te horen. En dan blijf vooral kijken, want ik ga je dus vertellen hoe de eerste 3 weken zijn geweest. Hoe het gaat, hoe ons ritme is. Ten eerste wat ik kan zeggen is dat het een ontzettend lief en tevreden mannetje is. Hij is dus nu 3 weken oud en je hoort hem bijna niet. Het is eigenlijk alleen als hij honger heeft, laat hij van zich horen en ook niet eens altijd. Wat dat betreft gaat het eigenlijk heel erg goed. We hebben een schema van elke 3 uur voeden. En sinds vannacht ben ik gestopt met hem wakker maken voor de nachtvoeding. Dat is eigenlijk ook best wel goed bevallen, want hij kwam vanochtend om 5:10. Dus we hebben allebei lekker kunnen slapen vannacht. Het is echt zo'n schattig ventje. Het is echt, een liefje ben jij, hè? Ja, heel tevreden, heel zoet. Ja, laat ik maar bij het begin beginnen. Als je nog niet de bevallingsvideo hebt gezien. Ik had een geplande keizersnee. Alleen mijn vliezen braken 2 dagen voor de geplande keizersnee. Dus toen moest ik naar het ziekenhuis voor een CTG-scan. En daar zagen ze dat ik ook al weeën kreeg, iedere 5 minuten. Dus dat het noodzaak was om iedereen midden in de nacht op te trommelen. En de keizersnee dus eerder uit te voeren. Enerzijds vond ik het heerlijk idee dat je weet dat je op een bepaalde dag gaat inchecken. En weet dat je dan een paar uur later je baby hebt. En nu was er toch weer een onverwachte wending. En ik vind dat eigenlijk ook wel leuk, want hij heeft zijn eigen geboorte dus aangekondigd. Hij kon niet wachten om ons te ontmoeten. En maakt het ook wel weer speciaal. Dus eigenlijk was dat helemaal prima. Ik vond de keizersnee zelf best wel intens. Want het duurde heel lang voordat de ruggenprik zat. Ik zat de hele tijd, ik kan mijn linkerbeen nog bewegen. En ze vroeg ook de hele tijd, gingen ze met een pincet in mijn buik knijpen. Voel je dit? Ja, dit voel ik. Voel je dit? Ja, dit voel ik. Dus het duurde heel erg lang voordat hij ingewerkt was. Maar gelukkig is hij uiteindelijk ingewerkt. Want ik was bang dat ik of een tweede moest of helemaal onder narcose gebracht zou worden. Ik wil natuurlijk wel meemaken dat mijn kind geboren wordt. En de beelden dat hij uit mijn buik gehaald wordt, elke keer als ik dat kijk, dan schiet ik weer vol. Zo bijzonder wanneer je je kindje voor het eerst ziet. Het is echt, echt magisch. Ik kan er gewoon nog steeds niet over uit dat dit 3 weken geleden nog in mijn buik zat. Hoe dan, hè? Zit helemaal opgevouwen, maar ik kan er gewoon niet over uit. Hij heeft een hele goede start gehad, wat voor ons echt super belangrijk is, voor elke baby natuurlijk. Maar wij hebben natuurlijk best wel een zware periode gehad tijdens de zwangerschap, omdat er in zijn hoofd iets naar voren kwam wat je liever niet hebt, want er ontbreekt namelijk een stukje in zijn hersenen. Daarvoor heb ik MRI-scans gehad, vruchtwaterpunctie, heel veel echo's, heel veel bezoekjes aan ziekenhuis Maastricht. Zijn hersenbalk ontbreekt en dat is het stukje wat links met rechts verbindt. Dus voor ons is elk stapje een gigantische mijlpaal. Dus toen hij uit de buik kwam met een apkarscore van 9-9-10, was ik echt al jubelend blij. Dat we met z'n drieën naar de verkoeverkamer konden, is voor mij echt een heel groot ding. Dat kon ik bij Jade niet, omdat ik zo ziek was. Dus ik lag in mijn uppie en Sander was met Jade naar de couveuse afdeling. En wij mochten met z'n drietjes naar de verkoeverkamer. En dat vond ik echt heel bijzonder. Heel speciaal. Ja, en dat betekent dus ook dat het met hem gewoon heel goed gaat. Nou, op zich, mijn melkproductie is heel goed op gang gekomen. Alleen drinkt hij niet super goed aan de borst. Ik voed hem dus bij met afgekolfde melk. En eigenlijk gaat dat ook heel goed. Want hij heeft inmiddels, is hij voorbij zijn geboortegewicht. En gaat eigenlijk heel de goede kant op. Daarnaast heb ik onwijze tranen gelaten natuurlijk in de kraamweek toen ze kwamen voor de gehoortest. Want je gehoor, er wordt een signaal door het oor gestuurd. En dat moet vertaald worden in de hersenen. En dan moet er een signaaltje terugkomen. En dat werkt dus goed. Dus dat betekent dat hij kan horen en dat hij later spraak kan ontwikkelen. Dus voor ons zijn dat soort kleine dingen echt heel erg belangrijk en echt enorme mijlpalen. Ik krijg ook wel de vraag van, hoe zit het nu? We weten het niet.
We weten niet hoe hij zich verder gaat ontwikkelen. Dat zal blijken gedurende zijn groei, zijn ontwikkeling. Maar vooralsnog doet hij echt alles wat een normale newborn ook doet. Dus dat is heel erg fijn. Ja, dus we blijven alert en we proberen hem zoveel mogelijk te stimuleren natuurlijk. En over 2 maanden of kleine 2 maanden, nou, misschien 1,5 maand al, hebben we een afspraak bij de kinderneuroloog. En dan horen we en zien we verder. Dus nu is het hopen op de eerstvolgende mijlpaal. En dat is bijvoorbeeld lachen of omrollen, dat soort zaken. Maar verder, ja, hij is echt heel lief en heel erg zoet. Dat is in ieder geval eventjes over Valentijn. Dan zal ik eens even vertellen hoe het met mij gaat. Want ja, het is absurd. Maar ik voel me zo ontzettend goed. Ik had dit totaal niet verwacht. Ik was eigenlijk uitgegaan van het ergste. Want ik heb bij Jade bijna 6 weken hier in de slaapkamer doorgebracht. Ik voelde me slecht, ik voelde me slap, ik had geen kracht, ik kon niet wakker blijven tot de 9 uur voeding. Sander gaf toen al het afgekoeld flesje om 12 uur, dat doen we trouwens nu ook. Maar ik heb dus een week boven op de kamer gelegen en waarvan ik dus 2 keer beneden ben geweest in totaal. Gewoon heel kort, eventjes voor eten. En eigenlijk sinds daarna gaat het gewoon heel erg goed. Dus ik heb eerst echt die week echt goed de rust gepakt. Heb ik me echt laten verzorgen door de kraamhulp. Ik heb ook toen een negende en tiende dag gekregen. Wat heel fijn was. Het litteken herstelt supergoed. Ik mocht ook uit het ziekenhuis een dag eerder weg. Omdat ik zo goed al kon bewegen. Ik moest douchen. En ze zeiden, nou, daar staat een stoel. Daar kan je op gaan zitten. Maar ik heb gewoon staand gedoucht. Omdat dat ging. Ik denk, ik ga ook niet gewoon moeilijker doen dan nodig is. En ik wil me ook natuurlijk niet stoerder voordoen dan ging. Maar ja, het ging gewoon. Dus bij mij gaat het eigenlijk heel erg goed. Ik ben tijdens de keizersnee ook heel weinig bloed verloren. Echt maar 250 milliliter. Dat is dus gewoon 1 glas. Dus dat is heel erg weinig. Verder heb ik ook weinig bloedverlies gehad in de kraamtijd. Dus de wond is goed aan het herstellen. Ja, ik voel me dus ook gewoon heel erg goed. Waar dat precies aan ligt, dat weet ik niet. Het zou kunnen zijn dus dat ik verlof heb gehad. Dat had ik bij Jade niet. Bij Jade was ik natuurlijk heel erg ziek van het helpsyndroom. Van het persen, van de 2 uur persen en de weeën en alles. En toen nog een spoedkeizersnee, dus dat was gewoon heel heftig. Nu was het dus gewoon een keizersnee, het was in 1 uur klaar. En die keizersnee was dus wel heftig, want ik voelde echt het gevroed heel erg. En mijn bloeddruk daalde zo erg dat het was, onderdruk was 44. Dus het bed werd schuin gezet, ik kreeg extra medicatie. Dus dat uurtje was wel heftig, maar ja, daarna is het herstel gewoon echt fantastisch gegaan. Dat ik zelfs met 2 weken, toen hij 2 weken was, een nieuwe jas ben gaan shoppen bij de Bijenkorf. Het is onbegrijpelijk. Ik snap er helemaal niks van. Maar aan de andere kant, ik geniet er ook van dat ik me dit keer zo goed voel. Sander heeft vrijgenomen van zijn werk om het te ondersteunen. Wat natuurlijk wel heel fijn is. Want leven met een newborn, je houdt gewoon geen seconde over. Want na het voeden, even knuffelen en verschonen. Dan moet ik dingen afwassen, want ik heb qua borstvoeding, wat ik net al zei, dat loopt niet fantastisch. Mijn productie is heel erg goed. Komt ook omdat ik goed heb voorgekoeld, maar ook gewoon met Jade was deze ook goed. Alleen hij drinkt niet zo goed aan de borst. Dus wat ik doe is, ik voed met een tepelhoedje. Dat is een soort siliconen tuutje wat je op je tepel zet en voor hem daardoor makkelijker kan drinken. En ik zet op de andere borst zo'n HK, zo'n vacuümkolf, die zuigt dan. Ja, die zit dan vacuüm gezogen. En doordat je het toeschietreflex hebt, vangt hij eigenlijk de druppels op van de andere kant. Dus je bent eigenlijk aan het kolven zonder moeite. Want je geeft die kant toch voeding. Heeft hij dan nog een toetje aan de andere kant en dan wissel je het even om. En wat daaruit komt, dat geef ik dus gewoon nog in een flesje na. Maar dat betekent dus wel dat ik en die vacuümkolf en het tepelhoedje en het flesje elke keer moet afwassen. Dus echt, daar zit gewoon heel veel werk in. En dan tussendoor moet je ook nog even eten, een keertje naar de wc. En dan is het weer 3 uur later en dan moet er weer gevoed worden. Ook wel heel lekker weer om zo in de babybubbel te zitten. Dat is natuurlijk bijna 5, dus het is echt lang geleden dat wij dit hebben meegemaakt. En we zagen stiekem er wel een klein beetje tegenop. Omdat we door
de groei van Jade steeds merkte van, oh, hoe ouder ze wordt, hoe leuker het wordt. En dus we zagen wel een beetje op tegen de babyfase, maar eigenlijk vinden we het heel erg leuk om zo'n lekker warm, knorrend wezentje eigenlijk tegen je aan te hebben. Hij maakt allemaal rare kreuntjes en geluidjes en, nou ja, ligt vooral lief te slapen, zoals je dus nu merkt. Hij hoort natuurlijk mijn stem en ligt dicht tegen me aan. Maar verder, ik kan hem ook heel makkelijk wegleggen in de box of in zijn bedje. Dat is eigenlijk geen probleem. Hij slaapt naast ons in de co-sleeper. Dat is sowieso natuurlijk qua nachtvoeding of gewoon nog heel fijn. En zeker omdat hij nog zo klein is, wil je er gewoon ook nog dichtbij zijn. Het is een keuze. Als jij dat niet doet, is dat ook helemaal goed. We gaan binnenkort gewoon proberen dat hij overdag in zijn eigen grote bedje gaat slapen. Daar hebben we gewoon een ledikantje staan. En dit is wel een beetje echt een wiegformaat, die co-sleeper. Tot nu toe, ja, is dat wel echt heel erg fijn. Alleen het enige is dat ik soms wel lastig vind om in slaap te komen als hij geluidjes naast me ligt te maken. Op een of andere manier gaat je moedersensor dan aan en ben je een soort van alerter. Hadden we toen bij Jade ook, toen zij eenmaal uit de kamer was, wat we heel erg vervelend vonden, omdat we het ook heel gezellig vonden. Je merkt wel dat je beter slaapt, omdat je iets minder van de geluidjes meekrijgt. En toen hadden we gewoon de babyfoon aan. Nou, de babyfoon is ook binnen, dus vanaf nu kan ik ook, als ik beneden ben, hem lekker hier in bed leggen en dan hem in de gaten houden. Qua keizersnee wilde ik nog wel eventjes zeggen dat ik dus 4 keer per dag 2 paracetamols nam. Dus dat zijn er 8 per dag. En ik heb me heel strikt gehouden aan iedere 6 uur weer die 2. Dus ik had echt timers op mijn telefoon. En ik denk ook dat dat heeft bijgedragen aan, aan het een hoge spiegel opbouwen en ook aan minder pijn. Ik kan heel goed herinneren bij Jade dat als ik in bed lag op mijn ene zij en naar mijn andere zij wilde, dat het heel zwaar was. En dat heb ik eigenlijk bij hem misschien de eerste 2-3 dagen maar gehad. En eigenlijk daarna, ja, voelt het gewoon goed. Dus de wond, ja, dat is gewoon heel mooi aan het herstellen. En het enige is dus dat ik mag geen auto rijden en ik mag geen dingen tillen. Nou, dat doe ik ook zo min mogelijk. Je mag alleen je baby tillen, maar je mag bijvoorbeeld niet stofzuigen of dat soort dingen. Dus daarom is het heel fijn dat Sander dus afgelopen 2 weken vrij was. Zodat hij toch kon helpen met dat soort dingen. Maar ook gewoon de dingen in huis. Want je komt gewoon nergens aan toe. Het is overal troep. Ik word er helemaal niet zo blij van. Maar goed, komt wel goed. Ja, ons ritme is dus iedere 3 uur voeden. En vanochtend kwam hij dus om 5 uur ongeveer. En ik probeer dan gedurende de dag hem toch te krijgen naar de 6, 9, 12, 3, 6. Zodat hij vannacht om 12 uur weer zijn laatste voeding krijgt. Wat wij doen is dat eigenlijk doe ik alle voedingen, behalve die van 12 uur 's avonds, dan geeft Sander afgekolfde melk. En dat betekent dat ik na de 9 uur voeding lekker naar bed kan. En dan slaap ik dus van 9 tot 3, 4, 5, tot wanneer die komt. En dan heb ik dus echt wel een goede hoeveelheid slaap. Als ik weinig slaap, dat ben ik natuurlijk niet zo gewend, want ja, we slapen eigenlijk altijd door. Merk ik dat als ik dan te veel prikkels krijg, dus of veel bezoek of drukte, dat ik dan hoofdpijn krijg. Eigenlijk gaat het nu heel erg goed. Dus zolang ik me focus op goede slaap, gaat het ook met mij heel goed. Ja, hij drinkt dus iets minder goed aan de borst, wat ik dus net al zei. En dus laat hem wel elke keer aan de borst drinken en vang dan de melk af en dat geef je dan met een flesje. Daarnaast kolf ik. Ik heb de Elfie kolf waar ik echt mega enthousiast over ben. Dat doe ik dan 's ochtends tussen de eerste en de tweede voeding. Zodat Sander dus 's avonds een flesje heeft en ik meteen iets in de vriezer kan doen. En ik doe om 9 uur 's avonds kolven. Omdat hij dus niet zo goed de borst leeg drinkt en ik de hele nacht door moet, vind ik het heel fijn dat die hele borsten even leeg zijn. En dat is meteen de voeding die hij ook krijgt. Dat is meteen de juiste temperatuur. En wat we over hebben gaat ook weer de vriezer in. Dus inmiddels ligt onze vriezer al helemaal vol met superveel melk. Wat heel erg fijn is. Ik weet natuurlijk niet hoe lang de borstvoeding duurt. Maar gezien zijn hersenen vind ik het heel belangrijk om hem zo lang mogelijk borstvoeding te kunnen geven. En ook al is dat borstvoeding uit de vriezer, ben ik daar nog steeds heel erg blij mee. Maar ik hoop gewoon dat als hij straks wat meer kracht heeft of zichzelf beter leert, dat hij beter kan drinken uit de borst en eigenlijk gewoon straks die bijvoeding niet meer nodig heeft.
We hebben ook zijn tongriempje laten knippen. Dat kan dus ook een reden zijn waardoor hij niet goed dronk slash drinkt. Zijn tongriempje was dus te strak, waardoor hij dus eigenlijk niet zoveel met zijn tong kon. Dus hij kon niet ver uitsteken. Dat betekent dus ook dat hij niet zo goed om de tepel heen kan. Dus niet te goed kan aanhappen. En dat kan dus de reden zijn waarom hij dus aan de borst gewoon niet goed dronk. En met een tepelhoedje al beter. We doen dus nu oefeningetjes sinds dat geknipt is. En we hopen dus dat het beter wordt. Maar los van de voeding nu, is het ook voor later dat tongriempje knippen heel belangrijk. Omdat hij dan makkelijker een ijsje kan eten, bepaalde letters beter kan uitspreken. Dus ja, tongriempje, dat is iets waar ik nog nooit van gehoord heb. Maar is dus iets wat ze gewoon echt op lopende bandwerk doen in het ziekenhuis. Het was ook echt in een seconde voorbij. Nou, en dan willen jullie misschien ook wel weten hoe Jade het doet. Die is echt een fantastische grote zus. Ze is echt een trotse grote zus. Ze doet het echt super goed. Ook al wordt nu de aandacht verdeeld. En ik had wel verwacht dat ze na bijna 5 jaar alleen als enig kind toch daar moeite mee zou hebben. Maar ze vindt het eigenlijk alleen maar heel erg leuk. Ze is onwijs lief. Als je een keer zich laat horen, dan pakt ze bijvoorbeeld zijn speentje. Of dan zet ze de mobiel aan boven zijn box. Of ze geeft hem speelgoed of kusjes. Ja, dat is gewoon heel erg leuk om te zien dat zij dit mag meemaken. Dat zij gewoon een broertje heeft. Dat is wel heel speciaal. Dus ik ben echt heel erg trots op Jade hoe ze het doet. Ik had voor haar ook een kraammand gemaakt in de kraamtijd. Zodat ze elke dag een cadeautje mocht uitpakken als grote zus. Om het leed, om zo maar te zeggen, een beetje te verzachten. Dat hij heel veel aandacht krijgt en cadeautjes. Ja, dus voor mij, dat gaat heel erg goed. En ze komt uit school met tekeningen voor hem. En dat is gewoon echt heel erg lief. Dus eigenlijk gaat dat heel erg goed. Wel merken we dat ze iets vaker 's nachts wakker wordt. En dan bij ons wil liggen omdat ze een enge droom heeft. We denken namelijk niet dat ze een enge droom heeft, maar gewoon ook de gezelligheid bij ons opzoekt. Omdat wij hier met z'n drieën liggen en zij alleen. En daar kan ik wel iets van begrijpen. Zelf merk ik wel dat ik enorm aan het ontzwangeren ben. Ik raak ten eerste best wel wat kilo's kwijt. Dat was de eerste week ongeveer 1 kilo per dag. En nu wordt dat steeds minder. Maar alsnog heb ik nog 6,5 kilo te gaan of zo, tot ik weer op mijn gewicht ben waar ik was, zonder daar iets voor te doen, hè. Want ik ben voornamelijk binnenshuis, dus ik verbrand weinig calorieën, maar het is meer echt gewoon puur door de borstvoeding, denk ik. En het enorm nachtelijk zweten. Het is heel erg, misschien TMI, maar doordat je, als je zwanger bent, heb je gewoon veel meer bloed in je lichaam. En dat moet op een gegeven moment eruit. Dus ik merk heel erg dat ik 's nachts zweet. En wat ik daartegen doe, is dat ik ga slapen. Ik slaap dan in een voedingshemdje. En daaroverheen doe ik een t-shirt van Sander. Want die zijn wat hoger. Want ik merk dat ik meer hier en nek en zo zweet. Dus dan doe ik een t-shirt van hem aan. En als ik dan ergens halverwege de nacht wakker word, dan doe ik dat shirt uit en of doe ik een nieuwe aan of niet meer, maar dat ligt er een beetje aan. Dat is het enige wat werkt, en gewoon het bed vaak verschonen. Het vocht, dat moet je kwijt. En het is natuurlijk ook een verandering van de hormonen die ervoor zorgt dat je meer gaat transpireren. Het is niet dat het stinkt of zo, maar het is gewoon, het vocht moet gewoon weg. Ik weet het ook gewoon nog van Jade, en ik had het zelfs ook na de miskraam, had ik ook al 's nachts meer zweten. Dus voor mij is het een bekende kwaal. Dus t-shirts van Sander, dat is wat ik aandoe. Gewoon oude shirtjes van hem. En dan soms gaan er 2 of 3 per nacht de was in, soms 1. En dat is helemaal goed. Met 2,5 weken is zijn naveltje er pas afgevallen. Het was dus best wel een stevige navel. Maar die is dus eindelijk af. En we hebben dus een beetje gestruggeld met zijn gewicht. Want tijdens de kraamtijd, eerst ging hij omhoog, wat normaal is. En wat baby's dan moeten laten zien, is een stijgende lijn. En wat bij hem gebeurde, was een dalende lijn en een dalende temperatuur. Dus hij was ook minder alert, minder aanwezig. Omdat hij was natuurlijk heel hard bezig met zijn temperatuur op peil houden. Had dus ook niet zoveel kracht om te drinken. Dat was een soort vicieuze cirkel. Dus wat we doen eigenlijk, en nog steeds, omdat we hem gewoon een beetje willen ondersteunen, zodat hij al zijn kracht in het groeien en in de voedingen kan stoppen, is dat we nog steeds een kruikje 's nachts bij zijn bed doen en een mutsje op.
Dat is eigenlijk het enige. Mijn temperaturen nu niet meer continu. Dat was natuurlijk in de periode dat het zo schommelde natuurlijk wel. Maar eigenlijk gaat het nu heel erg goed. En het is gewoon fijn dat hij 's nachts lekker zijn energie kan stoppen in groeien en niet te veel afkoelt. Dus vandaar een mutsje. Ja, dat is prima. Is vriend. Ik heb trouwens nog wel een tip. Want we hebben de newborn luiers van Kruidvat, maatje 1. Die zijn kleiner dan die van andere merken, van die van Pampers bijvoorbeeld. Dus we hebben extra pakken Kruidvat luiers maatje 1 gekocht. Omdat ja, die andere eentjes, die zijn toch nog wel groot op zo'n klein kindje. En het voordeel is, ze hadden één pak was 3 euro en 3 pakken waren 3 euro. Dus het was 1 euro per pak. En ze hebben vaak ook een andere aanbieding. Dat je een groot pak hebt, dan is het 1+1. Dus dat is nog een tip. Mocht je zwanger zijn of net een newborn hebben, bij de Kruidvat, die maatjes 1 zijn net even wat kleiner. En zitten gewoon bij zo'n kleintje gewoon net eventjes iets beter. En zijn goed voor de portemonnee. Dus dat is heel fijn. Nou, al met al gaat het dus heel erg goed met ons. Ik kijk ook uit naar de tijd dat Sander weer gewoon aan het werk gaat. Dat ik gewoon het huis voor me alleen heb. Maar dat ik ook gewoon weer wat meer voor mezelf heb. Want ik merk toch wel, ik ben een introvert persoon. Ik laat op als ik alleen ben. Ik ben eigenlijk nooit meer alleen. Gelukkig kan je zo'n kleintje er wel makkelijk bij hebben. Maar ik kijk ook gewoon uit naar iets voor mezelf. Dus vandaar dat ik denk dat ik nu weer echt de donderdag video's ga maken en ga uploaden. Heb ik natuurlijk denk ik 2 weken niet gedaan vanwege ja, dit allemaal natuurlijk. Maar ik heb daar ook gewoon heel veel zin in. Dus als je iets wil weten of iets wilt zien of een Q&A of een vraag hebt, of laat het hieronder in de reacties weten, want dan ga ik daarmee aan de slag. Ik blijf gewoon op zondag vlogs uploaden over ons leven. Ja, met een kindje van bijna 5 en een newborn. De avonturen die we meemaken als gezin van 4. Het is wel heel bijzonder om nu een gezin van 4 te zijn. Het is echt onwijze rijkdom. Het gaat gewoon heel erg goed. Ik wil jullie ook bedanken voor alle lieve felicitaties, lieve berichtjes onder de vlogs. Dat jullie de vlogs gekeken hebben. Alle duimpjes omhoog. Daar help je me gewoon heel erg mee. En ja, wij waarderen dat echt enorm. Dus dank jullie wel. En dan zie ik je zondag weer in een nieuwe vlog. Doeg! Oh, gaap! Oh ja, grote gaap. Yeah. I just wanna see you, wanna be with you.